pizza pepperoni. Maak 1 groene paprika schoon en snijd in dunne halve ringen. Snijd 2 rode uien in dunne ringen en snijd 250 gram mozzarella in plakken. Meng in een ruime kom 425 gram bloem met 7 gram gist en 1 mespunt zout. Voeg 250 milliliter lauw water in delen toe en kneed met je handen in 8 minuten tot een soepel deeg. Dek de kom af met een schone theedoek en laat 1,5 uur rijzen op een warme, tochtvrije plek. Verwarm de oven voor op 230 graden. Vet een koekenpan met een doorsnee van 28 centimeter in met 1 eetlepel olijfolie. Kneed het deeg kort. Verdeel het deeg in 2 gelijke porties. Leg 1 deel in de pan en duw met de hand naar buiten tot de bodem is bedekt. Verdeel er 90 gram tomato frito over. Laat 1,5 centimeter van de rand vrij. Beleg met ongeveer 60 gram chorizo en de helft van de mozzarella, ui en paprika. Bak de pizza in de pan 5 minuten op middelhoog vuur tot de bodem goudbruin en krokant is. Controleer regelmatig. Laat de pizza op een met bakpapier beklede bakplaat glijden en maak zo nog een pizza. Zet de pizza's naast elkaar ongeveer 25 minuten in de oven. Past dat niet, zet ze dan boven elkaar en wissel halverwege de baktijd om. Halveer de pizza's en serveer op een mooie schaal of plank. Zo maak je een panpizza pepperoni.